spellingslesje over de persoonsvorm in de tegenwoordige tijd. Ik zal beginnen met 5 moeilijke woorden uit te leggen. Als je die woorden begrijpt, zal het lesje zeker makkelijk gaan. Het eerste woord is een werkwoord. Een werkwoord zegt wat iemand doet of wat er gebeurt. Het tweede woord is een infinitief. Een infinitief is een werkwoord dat eindigt op een. Het zegt iets dat iemand doet of wat er gebeurt. Bijvoorbeeld vinden, spelen enzovoort. De stam. De stam is de ik-vorm van een woord. Zeg ik in je hoofd. Het werkwoord dat erbij past, schrijf je op. Dat is de stam. Bijvoorbeeld van spelen. Ik speel. Van dromen. Ik droom. Speel en droom zijn voorbeeld van een stam. Voorbeelden van een stam. De persoonsvorm. De persoonsvorm en het onderwerp die passen bij elkaar. Het werkwoord verandert telkens een beetje. Jullie leerden al wat een persoonsvorm en een onderwerp zijn. De persoonsvorm is een doewoord, iets wat gebeurt. Je vindt hem makkelijk door een ja-nee-vraag te stellen. Bijvoorbeeld, Jan eet een koekje. De ja-nee-vraag, eet Jan een koekje? Het eerste woord van de ja-nee-vraag is de persoonsvorm, eet. Persoonsvormen kunnen in alle vormen bestaan, zoals eet, slaapt, spelen. Het zijn werkwoorden. Het onderwerp, dat is wie of wat iets doet. De persoonsvorm en het onderwerp passen altijd bij elkaar.